Dit is hem dan, de lekkerste oliebol van onze regio. Ja, heel blij, super blij. Ja, vorig jaar waren we al heel blij met de 9e plek. Het is toch altijd heel spannend of je weer in die top 10 zal zitten. Het testpanel noemt de Zoetermeerse oliebol in één woord klasse. Nou ja, dat die niet vet is, hè. Knapperig korstje heeft hij aan de buitenkant. Dat zijn natuurlijk toch wel de dingen die belangrijk zijn. Verderop in Zoetermeer vinden we een van de slechtste oliebollen. De gebakkraam bij de Intratuin zou volgens de testers oneetbare oliebollen bakken. Het slaat nergens op. We staan hier al meer dan 20 jaar. We bakken een hele goede oliebol. Ik heb hele goede klanten. Die komen elke week weer terug. Dus ik hecht er geen waarde aan. Aan heel die test niet. Jullie hebben net een oliebol gekocht. Ja. Zou jij hem even voor ons willen proeven en je mening geven? Ja, zeker. Weet je eigenlijk wat we aan het doen zijn? Wij gaan aan de hand van AD Oliebollentest gaan we eventjes het land af. Gaan we 8 tenten gaan we langs. Van de nummer laatste tot de nummer eerste. En dan gaan we even proeven zeg maar, of het een beetje klopt eigenlijk. Hij is licht vettig. Wel veel krenten. Korst is goed. Korst is goed, hè? Korst goed. Ik vind het best een smakelijk bolletje eigenlijk. Ik val helemaal niet tegen. Geen 155ste plek. Ik zei, hey chef, er klopt niks van die test, hoor. Heerlijk bolletje. Met een cijfer 2 zegt de jury, te erg voor woorden. Sluiten. Gaat u sluiten? Nee, echt niet. We staan hier al meer dan 20 jaar, dus sluiten doen we echt niet. Dat is gewoon ook weer zo'n tekst wat nergens op slaat. Hè. Ja, ik kan ook iets zeggen. Ik hoop dat het blijft in blijft zitten. AD, Achterlijk Dagblad.